Ik ben Emmy en ik ben 6 maanden niet naar de kapper geweest. In de 6 maanden was het niet mogelijk om naar een goede kapper te gaan. Dus heb ik een beetje geprobeerd om mezelf te knippen. Alleen is dat niet altijd goed gelukt. Kans! Nu, na 6 maanden tijd, kan ik weer goed knippen en eindelijk fris zijn. Ben je ready voor de transformatie? Drop dan een like en als je nog niet bent geabonneerd, doe dat dan eens samen, man. Mensen, ik wil jullie nog niet mijn haar laten zien. Mijn haar is helemaal uitgekamd, bush bush haar. Maar we zijn bij de kapper. Dus jullie hebben gezien, we zijn bij Achie de Barber in Amsterdam. Dit is mijn favoriete kapper. Dus ik heb een regelmaaltijd. Dus 6 maanden niet naar de kapper geweest zijn, gaan we gelijk naar de beste kapper van Amsterdam, naar mijn mening. Dus ik ga zo meteen knippen. Maar ik wil pas zo meteen mijn haar laten zien wanneer ik op de stoel zit. Dus dat gaan we denk ik ook doen. Dus maar we gaan het zien zo meteen. Trouwens mensen, jullie zijn vorige week hard gegaan op die video. Like deze video ook. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En nu gaan we echt naar de kapper. Oké mensen, we zitten nu op de kapperstoel. En ik ga zo meteen geknipt worden. Dit is de before. Kijk eens aan mensen. Helemaal achter. En ik ben benieuwd man wat het gaat worden. We gaan het zien. We zijn geregeld. We gaan naar boven toe, ik moet snel weg. Mensen! Na 6 maanden gestreden te hebben. Ik zweer, ik was in Marrakesh. En ik wou naar de kapper zo graag. Maar ik dacht, Emmy, je hebt de kapperafspraak gemaakt bij Achie. Je gaat gewoon wachten, gewoon sabber. En de sabber has paid. Ik zweer het mensen. Mo, eerlijk, wat voor cijfer geef voor deze koep? Zie je, dames beginnen altijd te kijken bro. Kijk, kom op man, ik moet snel trouwen, anders is het niet goed. Maar luister. Mo, wat vind je van die kapsel? Even een cijfer 1 tot 10. Eerlijk, to be honest gewoon. 8,8. Nee, 9,2. Eerlijk. Oké, 9,2. Nee mensen, we zijn geregeld. Kijk, toevallig als je daar naartoe kijkt. Je weet toch, als je daar zo kijkt. Daar. Je moet even mijn ogen. Ja, kijk, als je daar kijkt. Nee, even serieus nu mensen. Ik ben super blij. Mo is ook geregeld, alleen Mo zie je het niet. We zijn altijd weer geregeld. En we gaan nu... Ik ga jullie gewoon de dag meenemen ook eventjes. Ja, toch? Na 6 maanden, wacht even. Mensen, na 6 maanden ga ik deze man weer een knuffel geven. It was at this moment he knew. He fucked up. Het is mijn broeder. Mensen, Norden heeft gekookt. En wat heb je gekookt? Leg het ons even uit. Couscous gemaakt. Hij heeft soeksoe mensen? Maar niet op de traditionele manier. Ja, dus hij heeft zeg maar soeksoe gewoon gebruikt, zeg maar. Met kip, ik heb net een beetje geproefd. Het is gewoon met rijst met kip lekker. In plaats van rijst is het couscous. Mensen, hoor, ik ga je voor jullie net een beetje geproefd. Heijak lekker, dus ik ga even lekker eten. Oké mensen, we gaan lekker eten. Bismillah, ik ga nu even een goede taste test doen. Snap, kijk. Dit is de enige wat er nog was. Dom man, het smaakt niet naar spa water. Laat eens proeven. Eijak lekker, hoela. Mensen, mijn camera is bijna op. Dus deze camera en ik heb geen extra batterij meegenomen. Helaas. Luister, ik ga even op mijn telefoon filmen. Voor de rest van de dag. Dus de kwaliteit kan wat minder zijn, maar dat maakt niet uit. Dan weten jullie dat. Mensen, ik ben helemaal vergeten te vloggen. Maar beide, ik ben even in de hadith shop. Eerste keer dat ik hier ben. Ik heb de kamis aangetrokken. Ik zeg hier, het is wel fit. Hij is wel fit. Zijn we 1 tot 10, 1 tot 10. Mensen, ik wil deze halen, inshallah. Dus we gaan even afrekenen. Mensen, we hebben ons dingetje gekocht bij Hadith Shop. Ik heb mijn kamis gehaald. En we gaan nu even kijken wat we gaan doen. Waarschijnlijk gaan we richting Westfield. Waarschijnlijk gaan we rondje OSD. Ik weet echt niet wat we gaan doen. Maar ja, we gaan nog gewoon even genieten met z'n drietjes. Gewoon. Ja, oké, mensen, we zijn bij Avenida aangekomen. We gaan lekker wat bestellen, gewoon een theetje. Maar wat ga je nemen? Wat is een lavoca? Als je niet weet wat het is, dan heb je pech. Wat hè? Als je niet weet wat het is, dan heb je pech. Mensen, ik ga een theetje nemen. Noordin gaat dus die avocado shake nemen. En Mo gaat... Mo gaat ook een theetje nemen.
Ja, maar dat is wat ik ga bestellen. En dan, bro, ik zeg eerlijk, deze planning is echt slecht. Dat komt door hem. De planning is slecht door jou. Want wij konden gewoon bowlen en al die dingen wat jij wilde vinden. Oké, mensen, luister. We zijn thuis bij mij nu. We hebben eigenlijk niet heel veel gedaan. Ik zeg heel eerlijk. We hebben gewoon een beetje gegeten, wat ik jullie net had laten zien. Toen was ik van plan om naar huis te gaan. Nu ben ik thuis. Zie ik dat ik een pakketje heb. Kom maar kijken. Ik heb een pakketje gekregen van Masfit. Weet je wat we gaan doen? Oh, kijk hier. Ik heb een kaartje erbij. Kijk. Dear Emmy, let's inspire more people to feel comfortable and confident to reach their goals in any sport. Ik heb mijn eigen code gekregen. Emmy team. Mensen, je ziet het. Emmy team voor 10% korting bij Masfit. Mensen, wallah ila. Ik ga nu even wat aantrekken. En dan we gaan die ding doen. Ja? We gaan springen zo en dan hebben we zijn maar iets aan. Oh, dit is keer. Ik ben helemaal geregeld. Masfit. Ik weet niet hoe je dit noemt, maar ik zeg eerlijk mensen. Wallah. Dit is niet omdat ik deze gast ken. Ik zweer het. Deze kwaliteit van deze kleding is niet normaal goed. Maar hij heeft me echt goed geregeld. Ik heb dit gekregen. En boys. Wallah jullie boys. Ik had moeite met aura bedekken en zo. Maar nu heeft hij me echt geregeld, man. Kijk dit mensen. Kijk dit. Ik kan eigenlijk gewoon weer toch... Snap op, terras op, overal, zwembad, jetski. Oké mensen, we gaan even die reis proeven. We staan bij Gangnam, smeer. Ja, hier nog lekker de rest. Oké, okay, smeer. Ik heb boneless, heb ik genomen. Doos. Honey, lemon juice, bismillah. Wat is 14? Kijk, die is in. Mensen, hij is echt lekker, hola, hij is lekker. Wacht. Je noemt toch ook cartoons uit Frankrijk, hoor? Heerlijk. Oké, okay, wat we gaan doen, als we deze... Wat kan bij deze? Nee, hij is oude Oemu, laat. Dat is fijn. Mensen. Ja, sorry, mag ik wat vragen? Ja, doe maar... U verliest wat? Oh, je snelheid! Is iemand aan? Vraag. Sorry, I have a question. Kan ik wat vragen? Weet je wat we zeggen? I don't speak Dutch. Oh, you don't speak Dutch? In English. Do you know about the shake? Where? The shake. Do you know where I can get shake? Not a clue, man. No idea. Shake your booty? Yo, dit is hij, Jokri. Bro, dit is hij, Jokri. Oh mijn god. Volgens mij heb ik het niet eens goed gezegd. Weet je wat tegen hem zegt? Wat? Dag. Good one. Hey, yo. Ja, ik zeg tegen hem, eerst wou ik gewoon mompen. Ik ging eerst mompen. Ja, ik hoorde die. Hij was. Doet iets gehoord op zijn uit. Dan ik zeg tegen hem, yes. Hij zegt, I don't speak Dutch. Ik zeg tegen hem, oké, we doen nou bij de shake. Where can get a shake? Hij zegt, yeah, I don't know, man. Ik zeg, the shake. Hij zegt, which shake? The shake that booty. Hij zegt, good one. Martin, wat vond je van de dag vandaag? Ik vond het hartstikke saai. Nee, maar to be honest, ik zeg eerlijk. Het was zo'n vage dag. Zeg maar, onze planning was... Kijk, de tijd ging gewoon sloom. Hoe lag de tijd ging sloom? Want we wouden de hele tijd eten, maar we hadden nog 3 uurtjes en we waren zaten vol en zo. Dat is het probleem. Maar ik zeg eerlijk, we hebben er een leuke dag van gemaakt. Wat we konden doen. We hebben kleertjes weer, we hebben spulletjes die we mee kunnen nemen naar huis voor jullie. Ik heb ook een pakketje binnengekregen, we hebben lekker gegeten. Nordin heeft gekookt. Oh ja, dat hebben we allemaal vergeten. Dat hebben we allemaal gedaan. Maar ja, dus de dag houdt op met Nordin en Mo. Mo is achter de camera. Wacht. Vraag ze alsof ze hebben geliked. Hebben jullie al geliked? Nee? Oh, ga liken, Sam. Kom niet, heb je geliked? Vraag ze of ze hebben geliked. Maar, nee, grap, ja. De dag eindigt vandaag met deze twee boys hier. Zometeen gaan we verder met onze dag. En dan neem ik jullie mee. Oké, mensen, ik ben met Amen, Ilias, Goofy, Ayoub en Charbon. Maar. Amen en Charbon, zie. Maar, Bada, we hebben de dag afgesloten met hun. We hebben een filmpje gekeken. Was een prima film. Was een beetje te veel. Ik moet gewoon zeggen, hij was slecht. Wat was het cijfertje? 5. Ja, hij was gewoon niet goed. Ik geef het een 6. Ik had een beetje meer gekeken. Maar luister dan. Neem deze mee voor je broertje of zo. Maar ik heb iets anders voor jullie, ja? Ik ken deze. Wat is dit voor Biggie? Kijk, 30 pace! Hey, ik heb 60 pace! Bro, maar ik dacht toen, kijk die Defender. Maar deze is wel mooi, maar Real Madrid die is echt prachtig. Ja. Maar kijk die Bro, club, ski. Ik wil die club kijken, die club. Oh, Real. Die club is wel. Shooting, maar die shooting is waar. Wat een kaart.
Maar fuck, hij heeft 4x99, ik 3 keer maar. Broski, shooting van jou. 4 keer dummy. Ik heb wel geen pace, man. No, maar shooting nee, maar moet wel pace... iets lager, ik zeg eerlijk. Hoe wil je shooting iets lager? Moet hij nog lager? No, ja, maar 45 shooting. Ik zeg eerlijk, hij was sexy, man. Maar die pika was, ik weet toch, die pika was ver. Pika is wel pissie oud. Kijk, die pika nog met die dag. Hallo, oud. 2021. Die was die toena. Dat was die toena. Hij heeft hem daar geknipt. Dat was sterk, man. Ah, ik had deze match on the head, man. Ik had deze nog van lang geleden. Kunnen we ook onderbij zijn? Mensen, we gaan de vlog afsluiten. Dat is een leuke dag. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Hey, 1500 likes. 15, wat? 1500. Dit gaat de meest gelikte MMA Below video's zijn tot nu toe. 15, en ik weet dat het lukt. Ik weet dat het lukt. Dus het enige wat je moet doen is gewoon tik en heb die like. En zet in de comments, Eymen is aaien, gaat in Bali, Ilias is nepper. See. Mensen, zoals ik altijd zeg, Leon, kom.